school als kennisonderneming. Wat is uw gedachte bij dat thema? Dat klopt. De scholen in Nederland, de schoolinstituten met elkaar zijn in Nederland de concentratie van kennis en ontwikkeling. En dat werkt ook wel goed. Dus we mogen niet ontevreden zijn over hoe het nu de stand van zaken in Nederland is. Nee, waar de schoen wat wringt en waar ik dus ook een bijdrage mocht leveren, betreft het gebrek aan basisvaardigheden van leerlingen en cursisten in de loop van hun leerbaan. Dus, en wat is de oplossing? Nou ja, de oplossing is dat we eerst maar eens gewoon afspreken wat moet een kind van 12, wat moet een kind van 16 kennen en kunnen als het om taal en rekenen gaat. Dat hebben we niet goed afgesproken in Nederland. Onze voorstellen zijn er dus op gericht dat dat nu gewoon vast ligt. En de overheid heeft dat dus overgenomen. Hè? Maar hoe stel je zoiets vast dan? Je kan niet zeggen, ja, ze moeten dan weten of je het met DT of iets misschien. Ja, dat kan je gewoon afspreken. Ja hoor. En dat is in Nederland wel een beetje eigenaardig misschien. Maar in de meeste westerse landen is dat heel normaal. Hè? Dat we een soort basisleerplan hebben. En dat we dan er ook van op aan kunnen dat een kind van 12 of 16 of 18, dat hij die dingen beheerst. Nee, wij moesten dat was onze belangrijkste opdracht, wij moesten dat voorstellen. Inhoudelijk voorstellen. Dat hebben we gedaan en dat is overgenomen. En daar vindt iedereen van, heb ik gelukkig gemerkt, dus ook leraren, dat wel een goed voorstel is. Laten we dat maar eens afspreken met elkaar. Nou, dat stadium waar we nu in zitten. En nou moeten we dus op al die niveaus, hè, van groep 3 in de basisschool tot niveau 4 examen mbo, moet dat nu nog behoorlijk worden ingevoerd en echt helpen in die doorlopende lijn. Waar begin je met een grote klus? Nou ja, dat is het lastige. We hebben gezegd, je moet eigenlijk dan ook in groep 3 beginnen. En dan kunnen we pas over 7 jaar, of over 10 jaar, kunnen we echt het resultaat zien. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje beroerd voor leerlingen die nu in dat traject verkeren en waar problemen mee zijn. Dus je moet ook een inhaalmanoeuvre uithalen met veel leerlingen die nu 16 zijn of 18 en die echt tekortschieten in deze vaardigheden. Want hoe ziet de toekomst eruit als we nu niets doen? Nee, als we niks zouden doen, dan los je niet op dat bijvoorbeeld lui van 16 of 18 jaar die HAVO-examen doen, die bijvoorbeeldje, die spellen slechter dan toen ze 12 waren. Dat moet je oplossen. Daar moet echt wat aan gebeuren. Daar moet je dus eisen op stellen, zodat iedereen weet waar die aan toe is. En zodat in die 13 jaar en op 16 jaar en op 18 jaar, iedereen weet dat hij daar wat aan moet doen. Maar is dat hier, dat wat er ook gebeurt, 10% van de leerlingen het niveau niet. Dus ja, eigenlijk is het een zaak waar geen einde aan zit. Ja, maar nu is dat percentage veel hoger. Hè? Dus we hebben het nu niet over 10%. We hebben het nu over 20 of 30% die op 16-jarige leeftijd bijvoorbeeld dat niveau niet haalt. Er blijft een categorie leerlingen die dat niet kan. Dat is geen ramp. Dat is dus ook niet vreselijk erg, als we maar zeker weten dat die groepen, die leerlingen, dat niet voor elkaar krijgen. Daar moet je dus wat anders voor doen. En daar kunnen die referentieniveaus, want zo noemen we die niveaus, kunnen er ook bij helpen. Wat kan die wel? Kan de overheid ook helpen? Ja. Ja, de overheid stelt ten eerste die niveaus vast. Dat moet de overheid doen, dat kan niet anders. Tweede plaats moet de overheid faciliteren dat dat nu behoorlijk wordt ingevoerd. Met projecten, met ondersteuning, met nascholing, noem maar op. De overheid geeft geld aan de instellingen, aan de scholen, om dat voor elkaar te krijgen in betrekkelijk korte tijd. Nee, de overheid heeft een belangrijke positie. De overheid zorgt voor examens, toetsen. En wat is volgens u als wijze adviseur eigenlijk het meest waardevolle advies dat u kunt geven? Kort. In een notendop. Nou richt ik me even op het mbo, hè, voor is het goed, gemak. Is goed. Ja, dat is goed. Zoals jij de grote wil. Ja, dat is goed. Het mbo moet van bovenaf, dus vanaf de colleges van bestuur, zorgen dat bepaalde groepen leerlingen in de loop van hun mbo-opleiding extra tijd, inspanning en moeite en toetsen en materiaal beschikbaar krijgen om die achterstanden in te lopen. Veel leraren op de werkvloer, en die heb ik vandaag ook weer gesproken, die zeggen dat ook. Die zijn ervoor. Die willen het wel aanpakken. Maar
Het moet uit de lengte of de breedte komen. Daar moet dus geld, daar moet dus gelegenheid voor komen. Nou, dat moet, dat zou mijn aanbeveling naar het mbo zijn. Dat moet ook gewoon vanuit die colleges en vanuit die bestuurders en die managers gebeuren. Want die gaan erover. En het nieuwe kabinet? Nou ja, zijn er ja, nee, het nieuwe kabinet lijkt, hè, dat is het allemaal nog niet, maar lijkt op de sector van het onderwijs weinig te gaan doen. Ze willen wel wat stimuleren, dat is ook zo. Aan de andere kant nemen ze ook weer wat geld weg. Al met al is dat niet een stimulerend onderwijsbeleid. En dan ben je eigenlijk van binnenuit komen. Dat is ook wat... Ja, dat is wat ze... Ja. En die docenten die vandaag allemaal bij elkaar komen, hè, waarom is het zo belangrijk en waar hoopt u dat zij het over gaan hebben? Nou, wat ik vanochtend hier en daar hoorde was dat ze nu, hè, bijvoorbeeld door zich beter bewust te worden van het probleem rond die basisvaardigheden, dat ze nu in hun instelling zich ook wat meer roeren en met elkaar gaan zorgen dat er ook wat aan gebeurt. En ik denk dat dat een goede beweging van onderop is. Daar maak ik me overigens geen zorgen over, want ik heb met heel veel leraren gesproken de afgelopen jaren en telkens vastgesteld dat die dat wel willen. Dat die dat wel voor zich zien. Dat die de noodzaak ook voelen, iedere dag. Hè? Nee, het moet dus in de grote ROC-instellingen moet het dan ook geregeld worden. En met faciliteiten voorzien.